zielig eigenlijk. Ik geef je gewoon rauwe ei. Hoi mensjes en welkom bij een nieuwe video. Oh, en dit wordt de video. Ik weet niet hoe lang jullie al naar ons kijken. Maar wij doen dit nu al bijna 6 jaar. Bijna 6 jaar. En Celine, ja, wij zijn natuurlijk ooit een keer begonnen. Celine was zoveel jonger. Celine was 5. Met een slechte camera, slecht geluid. Maar goed. Maar jij hebt ook gefilmd. Ja, ook slecht gefilmd hoor. Ja, ja dus... oh, en ik met mijn zwarte haar en zo. Het wordt een trip in memory lane. Want wij gaan dus reageren op oude video's. En ik moet je eerlijk zeggen, wij kijken eigenlijk nooit meer video's terug als we het hebben geüpload. Het enige wanneer ik een video van mij heb gezien is als iemand anders het opzet. Ja, kijk, ik edit het natuurlijk allemaal. Dus ik kijk het ook nog nadat we het hebben gefilmd. Maar jij kijkt eigenlijk niet eens meer als we hebben gefilmd. Ik heb toch zelf wel meegemaakt. Ja. Maar goed, dus ja, als je dit dus leuk vindt, laat dat dan weten. Het is even een proefje, want we hebben natuurlijk iets van 400 video's. En ik heb dus nu alleen even video's gekozen die, ja, echt vanaf het begin. We hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld de gender reveal van Rie, wat we nog een keertje kunnen kijken en zo eigenlijk. Of zwangerschapsvlogs die we terug kunnen kijken. Maar goed, nu beginnen we dus met video's gewoon van echt heel lang geleden. En we beginnen dus ook bij de eerste video die we ooit hebben gemaakt. Dat was toch een hair tutorial. Ik dacht altijd die jelly. Nee, die hair tutorial was de allereerste. Toen gingen we op die stoel die heb ik nu niet. Ja, de kleine stoel. Die nu bij opa staat. Oh my god, toen ging je snot eten en zo. Toen gingen we chili eten. Toen had ik die tafel en die stoel bij de bank gezet. Nee, dat weet ik niet meer. En toen had ik die vroeger mijn favoriete drinken. Die ronde en dan die rode. Oh, dat weet ik niet meer. Jij onthoudt weer dingen. En toen ging ik dat eten. En toen chili con carne was mijn favoriete. Dat is nog steeds favoriet. Maar alleen, als ik het maak. Anders niet. Want ik had, eerlijk, niemand kan zo goed chili maken als ik. Ik had gisteren eentje zonder mais. En dat kan niet. Eigenlijk misschien laat weten als ik een keer in de vlog mijn chili recept moet geven. Want hij is echt heel makkelijk. Maar het is zo lekker. En elk kind wat het eet, houdt er gewoon van. Maar goed, laten wij beginnen naar de eerste video die we dus ooit hebben gemaakt. Oh ja, toen. En welkom op ons kanaal. Curly hair tutorial. Ja, dus vandaag nemen wij een curly hair tutorial op. Oh, mijn wenkbrauwen en mijn haar. Wat een lelijke kleur. Op mijn Instagram was ik mijn wenkbrauwen vooral. En ik dacht, laat mijn video opnemen. En nou ja, ik dacht, laten we gewoon een YouTube kanaal beginnen. Ja. Dat was mijn idee. Nee, dat was mijn idee. Dat was echt jouw idee. Je was hier zo blij mee. Dat vind ik niet blij. Oh, wat maar dan kwam ik de haar dus nat. Met deze borstel. Kijk, mijn halfgare borstel. Met deze borstel en dan dit masker in. Dan laat ik het even inzetten. Nou, ik wou het net zeggen. Wat bedoelt erbij? Niet. Ja. Nou, deze mijn masker ook niet uit. Ik ken hem niet meer. Oh, kijk, onze prutsers. Een kruimtje. Maar ook zilveren nagellak. Wat bezielt me. Oh, wat een slechte video. Wat een ik schaam me gewoon. Ik schaam me gewoon als ik dit zie. Jij niet? Nee, want ik heb niks gedaan. Dus... Maar je bent echt bijna nog wel hetzelfde, eerlijk gezegd. Iets groter, maar je bent... Ja. Oké, dit was dus een beetje een kort stukje. Maar nu deze... Oh, deze weet ik nog zo goed. Ja, daar zijn we weer. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Hier zien we er wel iets beter. Oh my god, dit doe jij ook nog steeds. Grappig. En voordat we gaan beginnen. Oh, je telefoon. Oh, die oude iPhone 6. Ik wil die delen, maar wij zijn een paar dagen geleden YouTube. Die was zo schattig. Ik heb je ook gewoon erin gelaten. Ja, want het is super snel gegaan, want we zijn echt een paar dagen pas begonnen en we hebben het al, ik zat in... Oh, ik heb het niet. Maar waarom is het ook zo snel? Spoort niet. Wij hebben 732 abonnees. 732 abonnees! Nou, voor de tweede video. We waren echt blij. Maar de shop. Nou, voor de tweede video. Ja, oké, is niet slecht. Dankjewel voor alle reacties. Ja, echt. Je bent zo cute. En lopen. Oh, je lijkt op Rie. Overal zeggen dat jouw idee was. Dat is mijn goed idee. Oké, wacht. Wij gaan vandaag... Dit was, sowieso was deze video ook jouw idee, toch? Ik weet niet meer. Dus wij gaan dingen proeven en we mochten niet kijken. Dus ik dacht, maar natuurlijk... Ja, je haar was zoveel langer. Dus Celina is met mijn moeder dingen gaan uitzoeken. Hè? En Celina gaat proeven en het zijn raden wat het is. En ik heb dus gehoord dat ik als eerste ga beginnen met proeven. Wat doe ik? Oh, ik vind dit zo niet leuk. Oh ja, ik vond dit zo erg. Ik weet dit nog wel. Gaan we dit echt doen? Ja. En ik weet dus dat jij één iets hebt gedaan. Wat is dat? Ja, je laat het ook helemaal niet goed zien. Gewoon even snel. Oh, ik durf het niet. Is dit niet, Lisa? Heb je gelijk een pizza gedaan? Dit vond je gewoon lekker. Dit vind je gewoon lekker. Ja, maar ik durf het niet. Oh, ik vind het niet fijn dat ik niet weet wat er in mijn mond komt. Dit is echt niet fijn. Oké. Oh, ik durf het niet. Oh, wat een aansteller. Oh, dit is blij. Wat een aansteller, maar als jij die had... Het is heel naar. Volgens mij, ik heb hier volgens mij zoiets ergs bij jou gedaan. Ja, je hebt het nee, niet zeggen. Met die fietsen beginnen. Nee, ik denk niet dat je nog weet wat ik bedoel. Ik heb nergens uit. Ja, dat is ook wel aan. Oké, maar jij houdt van citroen. Ja. Kan je even je ogen dicht doen en je mond ophouden? Ja. Doe je hand weg. Ik genoot er zo van om dit bij jou te doen. Maar goed, dit vind je niet erg. Misschien moeten we nog een keer deze challenge doen. Ja. Lekker hè? Weet je wat zo raar is? Nou. Dat heb ik ook. Nee, even serieus. Dat moet je niet zeggen. Ja, dat is dat stoeltje. Maar ik vind het niet vies, want ik hou ervan. Ook gewoon weet je wat raar is? Ja, dat heb ik ook. Oh ja, deze, weet je dit nog? Nee, maar dit hoor ik toch? Ja, maar je hebt het niet door. Wauw. Oh, dit is wel echt zielig eigenlijk. Ik geef je gewoon rauwe ei. Oh, handen weg. Oh, wat een rotmoeder. Oh. Oh. Niet kijken wat het is. Wat is het? Ik weet het niet. Wat en? Wat denk je dat het was? Ja. Oh, dit kan ik echt niet maken. Dit was wel echt zo'n leuke video om op te nemen. Ik denk echt dat we het nog een keer gaan doen. Eerlijk, dit moeten we nog een keer gaan doen. Ik ga jou terugpakken. Even kijken. Ja. Kijk. Wat in de zielige kerstboom is dit? Die had ik in mijn kamer. Wat een zielig ding. Oh, lelijk versierd ook. Oh, wat een... Oh, wat is echt de meest zielige kerstboom die ik ooit heb gezien. Oh, hij is wel iets beter versierd. Oh, ik met zwart haar. Afsluiten. Want Celine moet naar bed en morgen moet ze naar school. Maar voordat we hem gaan afsluiten... Hebben we nog een verrassing voor jullie. We hebben dus uit alle namen die jullie allemaal aan ons hebben... Oh, hier begonnen we jouw kanaal. ...laten zien, hebben wij... Weet je dit nog? Nee. Oh, wacht. Ik krijg allemaal dingen. Deze naam krijg je... Ja, kijk, Celina's World. Hier hadden we jouw kanaal voor het eerst. Celina's World. Ja, dus... Ik zal even de kanaalnaam van Celine in de beschrijving zetten, zodat jullie er allemaal op kunnen abonneren. En dan vanaf... Kijk, we gaan in de kerstvakantie van alles opnemen. 1 januari. Oh ja, dat weet ik nog. De eerste video online zetten. Was dat die Gummy Versus Real? Nee, dat was die LOL. En dan heb ik nog een vraagje, want wat vinden jullie een goede tijd om de vlog te... Oh, dit was een beetje... Oh ja, deze was ook zo leuk. Oh, dit was jouw verjaardagsjurk. Was jij hier net jarig geweest of had je hem waarschijnlijk zo extra als je was gewoon aangedaan? Ik weet niet. Trek 1 pin. Gelukkig. Ben je klaar voor? Ja, ja. Ik ben sowieso laat geworden. Ja. Ja, jij had verloren volgens mij. Oh, deze zou Rie ook leuk vinden, dit spel. Maar volgens mij hebben we dit spel niet meer. Ik stond een beetje hier zo. Denk je niet? Ja, doe overnieuw dan. Je moet dat ding ook helemaal scheef. Daardoor komt hij helemaal niet goed. Oh mijn god. Gaat het wel eruit? Ja. We hebben nog maar 4 pinnen. Oh. Nu krijg ik dus ook 2. Mijn haar zit helemaal vast in die jurk. Kijk hoe lang mijn haar was. Oké, welke draai? Oh ja, je moet het draaien. 1 pin. Oké. Kijk het even. Oh, je kan hem zo draaien. Ja. Ik denk, zou dit het moment zijn? Ja. 1. Ja! Maar we hebben veel te weinig water gedaan. Nee, dit is echt goed. Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. Ik pak er al. Kijk je hoofd! Weet je dit nog? Of ja, niet echt meer? Ja, blijkbaar wel. Want ik wist dat ik ging verliezen. Maar, ja, maar ik bedoel, kan je dit zo herinneren? Nee, dat is toch klaar nu? Ja. Jij hebt verloren, ik heb gewonnen. Ja. Maar het is puur geluk gewoon. Oh nee hoor. Jawel, het is gewoon puur geluk. Je moet gewoon terug. Ik vind het zo leuk. Lekker, zeker. Oh, ben je je tanden hier kwijt? Dit is een maxi-rok. Dit is van de... Oeh, shoplog. Oh, kijk je tanden! Weet je wat ik wel een beetje raar vind? Oh, deze heb ik wel eens even afgehaald. Oh, je was zo blij met deze rok, hè? Ik heb hem laatst weggehaald. Heb je hem weggedaan? Ja. Zag hij er niet zo zilver uit? Maar ja, je past hem ook totaal niet meer. Dus gewoon, ik kan er een jurkje van maken als ik hem nu helemaal zo en dan... Dit geloof je niet, maar deze rok was maar €6. Oh, ik heb met mijn zwarte haar. Het is zo goedkoop daar, het is gewoon niet normaal. Zie eruit. Oh, die spiegel hebben we nog steeds. De spiegel staat nu daar. Wat vind jij? Ik voel mij wel terecht met deze rok. Ik vind hem heel leuk. Echt een gekkie was je. Deze zijn. Doei. Ja. Jij is leuk, man. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik word altijd ik kan niet meer bij de haar. Als ik blij met spullen ben, dan... Ik weet niet. Gewoon een nieuw kleur. Ja, dan gebeurt dat. Naar de Boohoo kinderkleding zal ik in de beschrijving zetten. En ook wat ik heb besteld. Ik heb besteld van de Tal collectie. Want omdat ik best wel lang ben, ik ben 1,78. Zie je? Dus heel vaak zijn dingen te kort voor mij. Dus ik heb van de Tal collectie besteld. Leuk, dat is goed. Toen ik de schoenen ging uitzoeken, dat er heel onduidelijk stond welke maat ik moest nemen. Dus ik heb gegokt. Dus ik heb het gevoel dat ik niet de goede maat heb. Zeker maat 36. Nee joh, je was hier 5. Oh nou. Kijk hoe klein de voetjes je nog had. Ik goed heb gegokt. Oh, ik hoop echt dat ze je passen. Kijk hoe klein de voeten hier nog had. Dit is denk ik 33 of zo. 33? Nooit. Jawel. Nooit. Waren €13. Kijk hoe klein! Ze zijn wel een beetje lekker een beetje scheef te staan, maar ja, wat wil je voor €13? Ja. Oh. Die heb je wel veel aangehad op vakantie. Weet je deze schoenen ook niet meer? Maar welke vakantie was? Kijk, je ziet wel echt nog hier ook dat je ene voet groter is dan de ander. Dat heb je altijd gehad. Zie je dat? Die ene was er gewoon niet zoveel meer. Ik vind het wel een 6. En wat? Een 6. Ik geef ze een 7. Oh, die. Ja. Deze komt trouwens op vintage, jongens. Dit pakje. Deze heb jij laatst aangedaan. Toen zei jij, past nog wel. Hij past helemaal niet. Kijk hoe klein je was. Zo, kijk je haar niet. Ik geef deze een 10. Nou ja, jongens. Dit was eventjes een kleine trip langs memory lane. Van even dat... Je bent geen haar veranderd. Altijd gapen. Altijd koos energieloos. Ongelooflijk. Laat weten of wij dit dus veel meer moeten doen. We hebben zoveel vakantievlogs. Misschien reageren op dingen van een zwangerschap. Misschien met Rie is dat ook wel leuk. Als we dat samen met Rio. Dat we zeggen, kijk Rie, dat was jij en zo. Weet je nog? In ieder geval, laat weten of je dus meer van dit soort video's wil zien. En voor nu, dan dankjewel voor het kijken. En dan zien we jullie morgen. Vergeet niet dat we weer elke dag om 5 uur een video online zetten. Dus dankjewel voor het kijken. En dan zien we jullie morgen. Doei!